Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is 6:30 en wij zijn klaar om op safari te gaan. We hebben een heerlijke nacht gehad, super lekker geslapen. We waren natuurlijk ook erg moe van de hele indrukwekkende dag. We hebben hierachter in onze accommodatie geslapen en we worden nu wakker met dit fantastische uitzicht. We gaan even gauw een ontbijtje eten en dan hop in de car. Op naar het ontbijt. Gummy is bepakt en bezakt met alle vogelboeken. De camera met de grote lens. Ontbijttafel staat al helemaal klaar. Fantastisch. Kijk, met die prachtige groene kleuren van de servetten en van het zamp. En hier kijken we uit op het prachtige uitzicht. Daar zijn Gomi, Humphrey en de eigenaar van de lodge. We wachten nog even op onze vrienden. Dan Gomi en ik zijn altijd enorm op tijd en vroeg. Maar we wachten nog even op de rest en dan kunnen we lekker ontbijten. De kinderen die zijn lekker bezig met de verrekijkers. Wat zien jullie jongens? De mountains. Is het mooi jou zien? Kijk eens even hoe prachtig deze lodge erbij ligt hier. Echt in the middle of nature. Zo mooi. Safari time! Een klein schildpadje. Oh. Cute. We zijn aangekomen bij Rouen National Park. Het is ongeveer een 30 minuten rijden van onze accommodatie. 30 minuten, 3 kwartier. En we zijn nu bij de parkgate. Daar gaan we eventjes onze permits inchecken, zeg maar. En dan kunnen we op safari. We zijn net in het park aangekomen. Het eerste wat opvalt is hoe mooi groen het is. Het is echt fantastisch begroeid, mooie bomen. Dit is een stuk van de Ruaha River, een hele grote rivier die in het regenseizoen helemaal vult met water. Op dit moment zijn we in het droogseizoen, dus het water staat heel laag. Josie die doet even lekker wat zonnebrand op. Het is fantastisch om weer op safari te zijn. Normaal reizen wij altijd met onze Makassa Safari auto's. Deze keer zijn we in onze eigen privé auto. Dus even op een andere manier. Maar gelukkig hebben we ook een klein dakje wat open kan. En kunnen de kinderen gewoon eruit met hun koppies. Minstens zo leuk. Olifant gespot. Kijk eens even.
Vier, hè? There are zebras on the other side, guys. Wauw. Oh, dan kwam je zeggen dat er ook zebras zijn. En we hebben ook een hele grote groep olifanten gezien. Dus daar gaan we nu heen rijden. Even. Daar is Humphrey met onze vrienden. En hier is een hele grote stoet van olifanten. Een hele grote familie. Tientallen. We zitten uit ons raam. Eventjes vol met nijlpaarden. Maar can we drive up while we stop? Je koopt van je kitab, hè? Ja, dat weet ik. Kijk eens even. Hallo, giraf. Prachtig. Hij komt onze kant op.
Stijn, we hebben een mooie spot gevonden. En we gaan lekker van onze lunchpakketjes genieten. Kijk eens even, wat een prachtig uitzicht. Sorry, kijk eens eventjes. Lekker bananen, sandwiches, wraps met kip. Humphrey, how's our day? Oh, it was fantastic. Nice, huh? Yeah, a lot of elephants, lions. Good morning, a good morning. Yeah, was beautiful. Ruaha National Park heeft een van de grootste olifantenpopulaties in Tanzania. En ze zijn overal. Supermooi. Ze zijn nu aan het grazen gras en in het midden van de dag gaan ze vaak verzamelen ze zich rondom de rivier om te komen drinken. In Ruaha National Park is de grote rivier die ik eerder vandaag liet zien. En dat is dus heel belangrijk voor het park. Zo kunnen er heel veel dieren leven in het park. Ze zijn helemaal daar. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar er zijn wel tientallen olifanten. Ze zijn overal om ons heen. In the back, yeah. Kijk eens even, jongens, hoe fantastisch is dit. Ik krijg er niet over uitgepraat. Onze toekomstige gids rijdt in het park. Goed gedaan. We hebben hier een fantastisch uitzicht over het hele park met de heuvels en de rivier daar beneden. Prachtig. We zijn weer bij een ander stukje van de rivier. Het is na lunchtijd, het is behoorlijk warm hier. Super mooi. Nijlpaarden, de olifant, krokodillen. We zijn terug bij de lodge. De kinderen zijn heerlijk aan het zwemmen. Daar gaat Chris. Hopla. Wauw. Ze zijn lekker silly aan het doen. Hij
Het is 6 uur en we hebben gevraagd om iets eerder te eten dan gisteren, want de kinderen, dat was een beetje laat voor ze. Dus we gaan lekker eten nu, kinderen uit het bad. En dan hebben we een mooie dag gehad. Dinner! Wij hebben heerlijk gegeten en we zijn inmiddels weer terug in onze tent. De kinderen die liggen. Ik ga nu zelf ook heerlijk douchen en mijn bedje in. En dan morgen weer een nieuwe prachtige dag. We gaan morgen heel vroeg op. We willen om 6 uur bij het park zijn. Dus het wordt een vroege ochtend. Dus ik zeg voor nu doei doei. Duimpje omhoog als je deze safari vlog leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En laat ons weten hoe je deze video vond. We zien jullie morgen met een nieuwe dag in Roa National Park. Doei!